Met spelen naartoe internationaal. Dit was een manifestatie in Frankrijk. We houden heel erg van mobiliteit, dus van tijdelijkheid, waarbij je dus intrekt en dan ben je er en dan ga je weg als je weggaat of je trekt door naar de volgende plek waar je dan nodig bent. En hier vonden we een Vespa-karretje in de buurt. Ik was daar met mijn renderscapsules en nou, de renderscapsules kom ik later op terug. En toen vond ik wat afvalhout en een karretje, dat is ook oranje. En toen heb ik gewoon een huisje gebouwd in de vorm van een betonse scheepswerf. Die ze daar maken, lokaal. Het heeft 3 maanden als hotel gewerkt. En aan de andere kant, waar ik het had over die mobiliteit, ik verzamel elektrische bussen, maar dan dus de hele oude, dus de spijkstaal.